Goedemiddag allemaal, welkom bij uh, dit Boeren Natuur Kennisuur met uh, Arja Strijkster van Hogeschool van Hollarenstein. Hij gaat ons meenemen in, uh, in de wereld van insecten in boerenlandschappen aan de hand van een aantal projecten en uh, onderzoeksresultaten. Um, Arja, naar jou het woord. Oké, okay, dank dank dankjewel uh, en welkom uh, bij Boeren Natuur. Graag. Ja. Dankjewel uh, voor de gelegenheid om uh, iets te kunnen vertellen over. Ja, hoe, hoe, hoe we eigenlijk een beetje omgaan uh, met die, uh, met die uh, insecten in uh, boerenlandschappen. En, uh, en wat wij daar zo al aan doen. Um, dat, uh, ik denk dat dat iets breder wordt dan uh, wat normaal het idee is over hoe je insecten en boerenlandschappen zou kunnen of moeten aanpakken. Maar uh, dat wordt vanzelf duidelijk gegeven. Uh, dat het wat breder is. Dus ik uh, ga maar even van start met een soort van begindia. waarbij ik uh, eigenlijk eerst iets wil vertellen over het grotere plaatje. Het is altijd goed om een paar beelden in je hoofd te hebben. over hoe problematiek eigenlijk in elkaar zit. En uh, we gaan het ook vrij veel hebben over landschap en een soort van visie. Hoewel, visie is een groot woord. maar hoe je met, landschap, met insecten in het landschap uh, kunt omgaan. Over insectenmonitoring en uh, om dat ook als een nuttig en haalbaar instrument te zien. En uh, we gaan dat laderen met een paar uh, effecten die je in insecten kunt zien uh, bij, uh, ja, bij uh, natuur uh, landbouwprojecten. Uh, dus dat is een beetje waar ik het, uh, waar ik het over wou hebben. En uh, ja, wie ben ik dan? Ik ben uh, Arjen Strijksrijk. werk bij. Uh, Hoogschool van Halwarenstein in Leeuwarden. En uh, ja, daar zit een, een onderzoekslectoraat. Tegenwoordig gaan we over naar een lectoraat biodiversiteit in het landelijk gebied. Dat dekt uh, volgens mij ook mooi de lading voor, uh, voor waar we het vandaag over hebben. Um, we hebben vrij veel aandacht voor kleine biodiversiteit. We um, proberen de mogelijkheden voor insecten in het landschap te verbeteren. Door te werken aan allerlei ja, manieren om, om, die, om het die insecten wat meer naar het, naar het zin te laten hebben. Uh, dat heeft met natuurinclusiviteit te maken. Hoe meer natuurlijke processen je kunt laten verlopen in de richting van insecten, hoe beter dat is. Dus wat doen we daarvoor? Landschapsanalyses en uh, we ontwikkelen monitoringmethodes. En we maken ons druk ook over de connectie van de mens met de natuur. En dat is erg nodig. Want we zijn die connectie wel als gehele uh, maatschappij een beetje kwijtgeraakt. Ik denk dat dat in het agrarisch gebied wat minder het geval is. Uh, maar um, uh, we proberen daar van alles aan te doen. Door uh, te proberen bijvoorbeeld, zoals hier op die plaatje staat, allerlei uh, crossover-experimentering uh, te doen. Hè, met uh, uh, zo'n zo klein uh, hutje die je daar ziet. Uh, daar worden hommelgeluiden afgespeeld. En dat betekent dat je, je soort, een soort van hommel voelt. En dat, dat helpt mensen om na te denken over hun eigen positie van, binnen, binnen een ecologische context. Dat is volgens mij wat nodig is. Dat kan je ook via educatieve dingen doen. Dus op educatief niveau doen we ook van alles. We hebben insecten gerelateerde. Onderwijsprojecten bij het HBO, bij het MBO. En we hebben ook een project gedraaid met, uh, met basisscholen. Er zijn een aantal van die dingen zijn ook te vinden op GroenKennisNet. Voor als mensen daar uh, daarnaar willen zoeken. En we hebben uh, dat, dat landschap eigenlijk altijd wel als een, als een heel belangrijk item. Um, en uh, dan, dan erger je je soms wel eens een beetje aan hoe simpel er gedacht wordt over. Het verbeteren van biodiversiteit voor insecten. door bijvoorbeeld zaadknikkers te willen maken. waar zaden in zitten die eigenlijk niks met natuur te maken hebben. Dus we hebben hier een project gemaakt. waarin we landschap mee hebben genomen. als een van de variabelen. om zaadknikkers te ontwerpen. waarbij mensen dan ook met de neus op het feit worden gedrukt. dat het landschap bepalend is voor wat je daar kunt. Het grotere plaatje had ik beloofd. En uh, veel groter dan dit krijg je het eigenlijk niet. Um, we hebben natuurlijk al een hele tijd door dat de aarde wat zwaar belast wordt. En, um, en we hebben de Club van Rome gehad in 1973-1974 met de Limits to Growth. Uh, we hebben allerlei mooie ideeën gehad over uh, uh, de overschrijdingen van de. Van de van stabiel gebruik in de planetary boundaries-gedachte. Um, en uh, de ecologische footprint niet te vergeten. Hè, dat, uh, dus we weten eigenlijk wel dat we de aarde een beetje te veel uh, onder druk zetten wat dat betreft. Um, het is eigenlijk meer de vraag van hoe je daar dan, uh, dan mee om moet gaan. Maar het is wel aardig om, om een paar gedachten daar eens dus, uh, bij uh, onder de loep te nemen. De ene is de vraag van wie gebruikt nou eigenlijk dat ecosysteem aarde? En daar zit naast de mens natuurlijk een hele hoop andere organismen bij. En uh, dat zijn een hele hoop soorten. Hè? Uh, maar het zijn, ook, uh, het zijn eigenlijk niet zozeer de hoeveelheid soorten die, die zegt hoe, hoe zwaar de druk is. Maar de hoeveelheid kilo's en de hoeveelheid energie en de hoeveelheid voedingsstoffen die daarbij. Gemoeid zijn. En dit plaatje laat dat heel leuk zien. Dat aan de. Je hebt een, een panel A, daar zit dan de plantenkant eigenlijk, en de bacteriën, de virussen en al dat soort dingen. Plaatje B, daar hebben we wat meer mee te maken, daar zitten eigenlijk alle dieren in. Dat is maar een heel klein stukje, zoals je ziet. En um, de. Binnen die dieren, daar hebben de arthropoden, waar die insecten dus een massieve hoeveelheid in, in hebben, eigenlijk, die zijn daar vrij groot in. Maar er zitten ook een paar puntjes in, eh, dat, dat heet livestock en humans, die zitten daar beneden. En er zitten een paar hele kleine wiebertjes in, eh, die wild birds, wilde vogels en wild mammals, eh, wilde zoogdieren, hebben. Dat dat nou net de groepen zijn. Die ook heel veel uh, energie nodig hebben, omdat ze warmbloedig zijn en dus heel veel stofwisseling hebben. Dus als je daar nou eens naar gaat kijken, naar die, uh, naar die uh, organismen, die dus vrij zware druk hebben op, uh, op, het, uh, op de ecosystemen, dan kom je daar uit op landbouwdieren en mensen, en wilde zoogdieren en wilde vogels. En de verhouding daartussen is vrij, vrij illustratief. Uh, als je. Het geheel als 100% doet, dan hebben de landbouwhuisdieren plus de mensen een aandeel van zo'n beetje 92%. Um, dan is het moeilijk te ontkennen dat de mens een enorme ecologische footprint uh, heeft. Um, biodiversiteit staat onder druk en er wordt uitgestorven bij het leven, maar hoe, hoe sterf je nou eigenlijk uit? Ja, dat is, en hoe snel gaat dat, en kunnen we dat in ons eigen hoofd een beetje een plaatje van krijgen. Ja, want uh, dat, is, dat is best wel nuttig om, uh, om, uh, om, om, om er ook een gevoel bij te kunnen hebben. En dit, deze publicatie die heeft geprobeerd om de, de voorafgaande, snelle, grote uitstervingen. Waarbij het uitsterven sneller ging dan normaal. Uh, dus op een rijtje te zetten. En dat zijn natuurlijk. Dingen die te maken hadden met, met hele snelle opwarmingen of afkoelingen. of zuurstof te weinig of te veel in oceanen. of, of een, er is ook nog een keer een hele grote bolide ingeslagen. die ons alle dinosauriërs heeft gekost. En dan heb je dus het idee van hoe zit dat met, met de snelheid van die uitsterving. Eh, die, die met die mass extinctions te maken heeft. En dat. Dat varieert dus in snelheid tussen de, uh, naar tussen de 160.000 en 5,5 miljoen jaar, waarin 75 tot 96 procent van de soorten zijn uitgestorven. Nou, die 160.000 jaar, dat vind ik wel iets moeilijk te bevatten. En die 5,5 miljoen vind ik helemaal moeilijk te bevatten. Dus deze mensen die hebben dat geprobeerd om dat op een andere manier te laten zien. En dat staat in dat plaatje. Ze hebben... Uh, Laten zien eh, dat de, de mate van uitsterving, als je zou zeggen van dit gebeurt in 500 jaar, dan krijg je die, die puntjes die je daar ziet. Stel je voor dat het niet 5,5 miljoen jaar was, maar 500 jaar. Ja, dat is een heel groot verschil. En dan hebben ze de data, zoals we die nu hebben, over beesten die bezig zijn met uitsterven, dus bedreigde diersoorten, of, of kritische soorten, hè, zoals op de rode lijst staan dat. Dat is wel een bekend fenomeen. Dan, dan zie je dat die, die lijnen die daarnaar eh, extrapoleren, dat die eigenlijk best wel dicht in de buurt komen van die punten, alsof die uitsterving in 500 jaar plaatsvindt. Eh, ze hebben dus ook nog wat berekend over wanneer denk je ze dat ze ongeveer 75% van de bedreigde soorten ook daadwerkelijk uitgestorven zijn. En dat zit dan in de range van 240 tot 2270 jaar. En dat is meer dan ik ga leven, maar dat is wel heel snel ten opzichte van die andere uh, uitstervingen die we mass extinctions hebben genoemd. Dus dat is het, een, een beetje een mooi kader om, om uh, ja, te denken van nou, het is akelig snel, het heeft iets met ons te maken, uh, zouden we er niet iets aan uh, moeten doen. Het Nederlandse landschap is een fascinerend landschap. We zitten hier op uitstroom van een, uh, van een grote rivier. Maar de vormingsgeschiedenis die heeft ontzettend veel te maken met hoe dat landschap uh, de laatste 10.000 jaar is ontstaan. En dus uh, zo'n 9000 voor Christus, ja, toen, toen was er hier eigenlijk nog geen zee. En uh, daarna krijg je een hele snelle zeespiegelstijging. En die zeespiegelstijging die heeft ervoor gezorgd dat je daar een kustlijn. Kreeg. En die kustlijn, dat waren eigenlijk mooie waddengebieden. Hè? Met die, die groene dingen waar klei, is, klei wordt afgezet. En uh, ja, hoe, hoe, hoe langer die, die zeespiegel stijgt, hoe meer je in die overgangen tussen die, tussen die, uh, uh, tussen die kleigebieden en die, en die zanderige binnenlanden. daar krijg je dan grote veengebieden. En als je dat een beetje snel doorheen gaat met deze hele mooie atlas van Fos. Dan zie je dat daar een enorme hoeveelheid veengebieden eh, in zitten. En zeker op het moment dat eh, de duinenrijen in Noord-Holland zich een beetje gaan, gaan sluiten, onder invloed van iets minder snel stijgende eh, zeespiegel. Dan wordt het zoete water allemaal opgesloten en je krijgt enorme hoeveelheden eh, veengebied. Um, als je daar naar, uh, nog verder naar kijkt, 500 voor Christus of 100 na Christus, dan zie je al wel heel sterk de menselijke beïnvloeding in Nederland. Waarbij het uh, eigenlijk wel praktisch mooi zichtbaar is dat je in die, die vriezen en uh, chronische kleigebieden daarbovenin daar, uh, boven in Nederland, zie je uh, dat daar uh, in die tijd uh, leeft daar een kwart van de Nederlandse uh, bevolking. En dat klopt wel, die kleigebieden die zijn ontzettend rijk. En je, als je voor de zee moet vluchten, dan ga je op een terp zitten. Dus dat, dat, dat is te lezen uit dit soort veranderingen. Dan krijg je de menselijke invloed die steeds duidelijker wordt. De veengebieden raken opgeofferd um, en die worden steeds meer en meer bezet. Uh, ook met, met he, die veengebieden zijn hier eigenlijk al helemaal zo'n beetje weg. Enorme beïnvloeding van het landschap door, door de mens eigenlijk, zo sinds, sinds het begin van de jaartelling. Um, met allemaal Nederlandse natuur. Maar je hebt ook gezien dat die originele patronen van, van die landschappen, die zijn uh, ontzettend sterk uh, uh, ja, beïnvloed geraakt door de, door de menselijke uh, activiteiten daar. En vooral de boerenactiviteiten. En uh, uh, ja, in eerste instantie levert dat natuurlijk heel veel variatie op. Ja, want je hebt de oude uh, natuurlandschappen en je hebt de nieuwe beïnvloeding en de verstoring die daarmee samengaat, en de variatie die daarmee samengaat. En dat levert in principe een heleboel verschillende mogelijkheden op voor uh, biodiversiteit. Dus de boerenbiodiversiteit is eigenlijk, een, is eigenlijk hartstikke rijk. Tenzij, ja, en dan, dan krijg, kom je aan de tenzij, tenzij het uh, een, een andere kant op gaat. Nou, en dat, die andere kant, dat hangt dan samen met uh, ja, hoe de mens in het, in het leven en in het landschap staat. En hoe die, hoezeer die bezig is met het veranderen van natuurlijke processen. Dat is trouwens best wel makkelijk in te zien hoe dat gaat als je het in algemene termen ziet. Hè. Dus normaal is het zo dat leefgebied wegnemen of leefgebied versplinteren. Dat zijn dingen die zijn niet goed voor biodiversiteit. Leefgebieden beïnvloeden. Die zorgen eigenlijk altijd voor een vermindering van de kwaliteit van het natuurlijk leven. Door allerlei dingen. Dat kan zijn dat de, de leefgemeenschappen er veranderen. Of dat de, de ja, de, de, de voedingstoestand verandert of dat de dynamiek verandert. Hè. Vaak maaien, minder vaak maaien. Eh, enzovoort. Verder kun je natuurlijk altijd vervuilen, overmatig verstoren en overmatig gebruiken. En eigenlijk zijn deze regels, ja, samen met het introduceren van, uh, van invasieve soorten, uh, de basisregels van, van conservation biology. Dus als je deze dingen in. Volgt, zeg maar, dan heb je eigenlijk, eigenlijk best wel een goed idee van um, wat de effecten zijn waar je uh, veranderingen in aan kunt brengen en aan moet brengen als je iets goed wilt betekenen voor, uh, voor landschap en, uh, en insecten. Waarom insecten? Nou, biodiversiteit, dat zegt diversiteit en dan is het natuurlijk eigenlijk het handigste om die groepen te pakken als indicatie van biodiversiteit, die ook daadwerkelijk divers zijn. Nou, dan heb je de insecten, ligt eigenlijk best wel voor de hand. Dat zijn de kampioenen van biodiversiteit. Van anderhalf miljoen potigen, 1 miljoen insecten beschreven. En ze komen ook eigenlijk overal wel voor. Dus er is een. Een grote mate van verspreiding. Als je denkt van nou, hoeveel insecten dan, en je wilt dat weer in kilo's doen, en je moet heel nodig, dan, dan kom je op zo'n 1250 of misschien wel 2,5 of 3000 kilo aan insecten per mens op aarde terecht. Dus dat is een, een, flinke, een flinke club en een hele diverse club. En die doen ook nog leuke dingen allemaal. Die kleine biodiversiteit die zorgt ook voor een hele hoop. Centrale functies eh, in allerlei ecologische systemen, die ook voor ons van belang zijn. Want eh, of je het nou wil of niet, wij hebben ook eh, biologische gewone moleculen nodig, die ergens moeten worden geproduceerd om, om te eten. En eh, er zitten heel veel nutten van insecten daarbij, hè? bijvoorbeeld bij bodemvorming, het, het, de afbraak, het versnipperen. En het hergebruiken van voedingsstoffen in, in bodems. Daar hebben insecten een grote rol in. Populatieregulatie. Allerlei verschillende soorten die tegen elkaar inwerken. Om te proberen die. Uh, die uh, Ik ga even een dingetje postponen. Uh, populatieregulatie: een hele hoop soorten die elkaar in bedwang houden. Dat is ook uitermate belangrijk. En bestuiving is natuurlijk ook een hele belangrijke functie voor, uh, voor de mens. Maar ja, daar zit. Uh, het is natuurlijk een beetje laf om alleen te denken dat beesten er zijn voor ons. Uh, wij moeten er natuurlijk ook een beetje zijn uh, voor de beesten. Hoe gaat het eigenlijk met de insecten? Nou, sinds deze studie van uh, Halman in, uh, in, in uh, 2017. Um, is daar wel een, uh, een beetje een beweging in gekomen. En dit, dit zijn de volgende dia's die heb ik gehaald uit een presentatie voor de Tweede Kamer van de NERN groep, van de Nederlandse ecologengroep, die daar het een en ander gepresenteerd hebben. Hier, er is een studie geweest die ongeveer 27 jaar geduurd heeft, waarbij iets wat kalende, iets wat bebaarde mensen zich bezighouden met uh, insecten verzamelen. Volgens een vastramien en volgens een herhaling, zoals dat, zoals dat wetenschappelijk ook gewoon best wel goed in elkaar zit. En uh, ze hebben deze keer niet alleen gedacht aan: uh, van laten we eens even kijken naar de soorten, maar ook gewoon eens van hoeveel zit er nou eigenlijk in dat potje? En dan uh, de, de drager achter, achter ecosystemen is hoe het gaat met nutriënten en hoe die door die ecosystemen stromen. Dus, Insecten, ja, dat, en dan zie je in die potjes natuurlijk in april en in oktober, daar vang je wat minder, want dan is het kouder en zijn er minder soorten actief. Um, maar je ziet ook een groot verschil tussen blauwe puntjes en oranje puntjes. En de blauwe puntjes die zijn van uh, 1989 tot hè, dat eerste tien jaar. En die oranje puntjes zijn van de laatste tijd. En als je een beetje kijkt naar bijvoorbeeld waar die. Waar die getallen nou zitten, dan zit hier het gemiddelde zo'n beetje van die piek zit bij 10 gram per dag in, uh, in dat eerste decade en hier in de buurt van de 2, 2,5 gram per dag uh, uh, verderop. En dat is, nogal een, dat is nogal een heftig verschil als je dat bekijkt op een nette manier dus in die locaties waarbij herhaalde metingen zijn gedaan om een heleboel... Uh, uh, ja, commentaar te voorkomen, dan, dan zie je dat daar inderdaad een behoorlijke achteruitgang is van wel drie kwart. En in principe, drie kwart minder eh, insecten betekent drie kwart minder insecteneters. Ja, dus dat, dat is best wel een heftige, een heftige verandering. Dus het gaat eh, wat dat betreft niet zo goed met ze. En hoe, waarom gaat het nou niet zo goed met ze? Dat heeft met veranderingen in landschappen te maken. Daarin uh, zitten natuurlijk allerlei veranderingen die uh, hier zo mooi zijn weergegeven. En er allerlei variatie in de boerensystemen die zijn uh, gerationaliseerd en, en verbeterd uh, op het gebied van productie en daarmee verarmd op het gebied van variatie. Er is maar één goede oplossing voor een probleem en dat betekent dat al die variatie die daarnaast hangt, dat die niet gebruikt wordt. En dan krijg je, dat, dat is een, een grote domper, want dan zijn er maar enkele spelers die er wat mee kunnen. Dat betekent dat diversiteit daarmee eh, nauwelijks gediend eh, wordt. Dus daar heb je houtwallen, akkerranden, bomenrijen, is in de afgelopen 50 jaar naar beneden gegaan. Aantal gemengde bedrijven, aantal gewassen en het aantal rassen waarmee eh, eh, mensen iets doen. Um, dus dat is die vermindering van variatie die je, eh, dus ver, vermindering van variatie oplevert. Insecten eh, wordt heel vaak ook mooi gecombineerd met dat idee van, nou, die hebben we ook nodig voor bestuivers. Bovendien eten we dan lekkere honing. Eh, dat is trouwens ook een landbouwproduct, als dus je er goed over nadenkt, dat is geen natuurproduct. Maar eh, bestuivers hebben wel een hele mooie aparte rol in, in die ecosystemen. Ze, ze verbinden eigenlijk wat planten nodig hebben met wat. Eh, wat, wat dieren nodig hebben en, en ze worden heel veel opgegeten door andere dieren, et cetera. Dus uh, daar zitten ook uh, prijskaartjes aan, en dat gaat over miljarden in Europa, wat de functie is of wat de, het nut is, uh, of het economische nut van bestuivers. Dus, hoe gaat het met die bestuivers in Nederland? Dan zijn we best wel gezegend in Nederland met, uh, met data en. Uh, over biodiversiteit en wat we, wat we daar allemaal mee maken en beschikbaar maken. Dus op uh, Atlas Natuurkapitaal is opeens een bijendiversiteitskaart beschikbaar. Dat is hartstikke mooi. Uh, dus die kaart die hebben we gevraagd om eens even te kijken van wat betekent het nou? Hoe zit dat met die verspreiding van die, van die bijen uh, in Nederland en hoe, hoe past dat? in de verschillende typen landgebruik. Dan, als je datzelfde kaartje op een rood-groene contrast zet, waarbij rood niet zo best is en groen best wel goed, dan krijg je dit rood-groene plaatje voor de biodiversiteitsverdeling. Als je dan het stedelijk gebied en de natuurgebieden eruit haalt, dan hou je deze kleurstelling over. En als je het landbouwgebied eruit haalt, dan krijg je deze kleurstelling. Dus dat is best wel een heftig contrast. Als je ziet, hè? De, de meeste rode kleuren die zitten dus kennelijk in, in landbouwgebied. En uh, ik werk zelf vrij veel in Friesland. Um, en dat plaatje van die, van die, van die biodiversiteit daar in dat, in dat Friese land, daar zitten een paar van die vlekken in waarvan ik dacht van, hé, hey, dat herken ik wel. Want dat heeft iets te maken met de topografische kaart. Hè. Je ziet de, de steden en de grote vlekken, die lijken eigenlijk iets te maken te hebben met die, met die uh, hoge mate van, van biodiversiteit. En daartussenin dus minder. Uh, dat klopt ook wel, ook als je het overlapt met datgene wat er in stedelijk gebied zit en wat, wat er in natuurgebied zit. Dan heb je eigenlijk die biodiversiteit wel, wel uh, grotendeels gecoverd. Um, dat is vrij zorgelijk, he, want als je denkt aan Friesland, dan denk je aan uh, graslanden. Er zit een enorme hoeveelheid uh, percentage graslanden in Friesland. En daar is in de afgelopen 50 jaar wel het een en ander veranderd. Er eh, zijn een paar foto's van uh, gekregen, van uh, via via, van iemand die zei: van oké, okay, als ik nu eens terugkijk. He, dan als kleine jongen uh, zag ik in de natte graslanden, die is wel een heel mooi plaatje trouwens, hoor. Maar uh, zag hij uh, toch wel vaak uh, een heel kleurrijk uh, patroon. Um, met zijn vriendin uh, was het gelukkig nog twee kontjes hoog. Um, daarna met zijn kinderen werd het al wat vlakker en wat minder divers. En, en heel veel van wat hij nu ziet is uitermate net uh, aangeharkt en productief. Uh, grasland. Maar er is wel een enorme variatie mee weggegaan in Friesland met dat hele vele gras. Er is dus ook een heleboel areaal uh, verminderd in, in variatie. En dat is voor de insecten niet een prettig uh, idee. Voor de bijen uh, zijn daar vrij veel studies over die dat ook laten zien. Ja, dus uh, de, uh, als je de intensiteit van het gebruik uitzet bijvoorbeeld, dan krijg je. Uh, minder uh, wilde bijensoorten en je krijgt minder uh, wilde bijenindividuen. En dat heeft te maken met, een, uh, met uh, het verlies van uh, variatie in het landschap. Nou, wat moeten we dan wel met die insecten? Ja, dat is uh, een mooie centrale vraag. Want er is nog best wel wat uh, variatie in landschapstypen in zo'n de provincie alleen al, laat staan de rest van, van Nederland. Er zitten allerlei steden, natuurlandschappen, landbouwlandschappen en allerlei landschapstypen. <laughs> dus hoe kom je er nou achter wat je moet doen, of wat je kunt doen voor insecten ook op een iets groter, iets, iets grootschaliger niveau dan je eigen achtertuin? Hebben we hebben het wel eens het een en ander in gemeten en. Uh, uh, boomwallen bijvoorbeeld, dus in Friesland uh, een, echt een groot item aan de, aan de oostkant van Friesland, in de uh, Friese wouden. Uh, boomwallen die een afscheiding vormen tussen uh, landbouwkundige percelen, en daar kun je natuurlijk uh, hartstikke leuk aan meten. Dat hebben studenten van ons ook gedaan en die hebben dan uh, bijvoorbeeld raaien uitgezet, hè, waarbij op verschillende afstanden vanuit die boomwal. Is gekeken van wat betekent dat nou op, uh, op het gebied van de insecten? En dan is het wel vrij kleinschalig. Hè, wat je die houtwal en die houtwal voet. Die, die, die vallen, die zitten op één meter afstand van elkaar. Hè. Dus dat is ontzettend dicht bij elkaar. Uh, maar uh, wat doet dat nou? En dan moet je dus uh, die insecten gaan vangen. En Wij hebben allerlei vangmethodes, maar we gebruiken over het algemeen heel veel van deze: die plakvallen. We gebruiken ook vrij veel uh, potvallen voor meer bodemgerelateerde insecten. En, uh, en ze hebben daar ook gekeken naar wat is nou eigenlijk de kwaliteit van de, van de houtwal. Eigenlijk volgens het boekje. Uh, daar relaties mee gemaakt. Nou, dan krijg je dit soort, uh, dit soort plaatjes. Hè, waarbij je in, uh, vanuit een houtwal naar een houtwal voet Of 5 meter of 15 meter het perceel in verschillende dingen gaat vangen. Waarbij het niet noodzakelijkerwijs zo is dat die houtwal waar zoveel variatie in zit, dat het ook onmiddellijk betekent dat je daar ontzettend veel insecten in krijgt. Um, dat lijkt ook niet zo te zijn. De hoeveelheid insecten per plakval, hier staat arthropoda, maar zoveel andere arthropoda dan insecten zit er eigenlijk niet op. Dan zie je dat die houtwal eigenlijk minder insecten heeft. Plakval dan de houtwalvoet, waar waarschijnlijk het grasland en de houtwalsoorten zeg maar, mooi uh, met elkaar mingelen en daar, uh, daar het een en ander aan, uh, aan, aan biomassa genereren. Um, het is wel zo dat de soorten rijkdom van die houtwal over het algemeen erg hoog is. Dus je ziet hier de soorten die als je meer sampelt dan krijg je meer soorten en dat stijgt heel snel eh, tot een bepaald niveau eh, bij de eh, dit gaat over de de eh, bijensoortenrijkdom. Eh, dit is de insectensoortenrijkdom en dit is de bijensoortenrijkdom en je ziet daar dat de de, de graslanden voor de, voor de bijen eigenlijk niet zo verschrikkelijk interessant lijken te zijn. In ieder geval minder interessant dan de andere twee. Dus je kunt er van alles aan meten. En het, is, het, het is wel een highlight dat het op een hele kleine afstand van elkaar hele grote verschillen betekent. Um, bossen en zo, bomen is natuurlijk wel heel mooi, want... Um, als je een boom hebt in een kruidenlandschap, betekent dat je een hele set lagen eraan toevoegt. En dat is over het algemeen best wel aardig voor biodiversiteit. Een tijd geleden hebben we daar al uh, wat onderzoek aan gedaan uh, in het uh, oudste voedselbos van, uh, van Nederland. Um, dat is uh, Ketelbroek. En, uh, en in vergelijking met, met een Natura 2000 gebied... Even ver, verderop, daar zit uh, heel weinig ruimte tussen uh, dat, dat uh, agroforestry, dat, dat uh, voedselbos perceel, ten opzichte van het, het, het Staatsbos uh, uh, gebeuren. En uh, we vonden dat wel eens leuk om eens te kijken van hoe zit dat nou met uh, biodiversiteit in een landbouwsysteem, een heel divers landbouwsysteem hoor, uh, ten opzichte van, uh, van Natura 2000 daar is gemeten met uh, in nachtvlinders nachtvlinders een ontzettend leuke club om uh, om aan te werken ook omdat uh, die beesten tenminste blijven zitten als je een foto wil nemen um, en uh, je kan ze relatief makkelijk op naam krijgen en goed op naam krijgen met uh, met allerlei uh, ai-mogelijkheden uh, uh, dus ze hebben daar gemeten en daar zie je een zo'n Plaatje hier. De Bruk is dan het uh, natuurgebied in de buurt, en Ketelbroek is het voedselbos. Dan zie je dat daar uh, toch wel een, een behoorlijke uh, soort een rijkdom in zat. Zo sterk, zelfs, dat men, wij hebben daar meer soorten gevonden dan uh, in, het, uh, in het bos. Uh, verderop. Eén uh, soort meer. Dus wat dat zegt, dat is niet zo belangrijk. Maar uh, biodiversiteit van zo'n voedselbos is dus best wel hoog. Dat zagen we ook in de hoeveelheden loopkevers. Dat heeft waarschijnlijk ook wel wat te maken met dat dat een ontwikkelend systeem is... waarin loopkevers zich over het algemeen best wel uh, senang voelen. En ook wel redelijk verstoorde systemen. Maar behoorlijke hoeveelheden uh, biodiversiteit in, uh, in, die, uh, in die twee... Uh, Systemen. Behoorlijk vergelijkbaar. Uh, het is ook gepubliceerd, dus u kunt het nalezen als u dat wilt. Insecten in het landschap, ja, waar zitten ze nou eigenlijk? En waar kun je iets voor ze doen? En uh, wat voor uh, aspecten aan het landschap zijn daar eigenlijk mee verbonden? Nou, dat is eigenlijk een vraag uh, die je het beste aan de insecten zelf kunt vragen. En uh, daarmee, dat is best wel lastig, je krijgt niet zoveel geluid terug uh, wat je kunt interpreteren. Maar wat je wel kunt interpreteren is, als een beest ergens is, dan is hij waarschijnlijk daar in een landschap waar die kan zijn. Ja, of dat nou marginaal habitat is of niet, dat heb ik dan afwezen. Maar in ieder geval kan je die relaties van waar die beesten zijn, uh, met welke soort, dat kan je kwantificeren en daar kan je kansen van bepalen. Dus we hebben dat gedaan in, in alleen voor, het, voor de Friese situatie door van 28 soorten uit de 7 standaard insectengroepen van de NDFF te kijken naar hoe dat zit met, met verschillende soorten en dan ook nog een beetje zo dat we niet alleen de rode lijstsoorten hebben of alleen de generalisten, dus dat hebben we ook een beetje verspreid. En niet alleen waters, watergerelateerde soorten, niet alleen land. Dus dat is mooi eh, gebalanceerd, eh, wat, eh, wat mij betreft, zo, voor zover het komt. Maar wel soorten die je veel kunt zien, dus waar veel data van is. En eh, dan kun je dus zien als je zo'n beest ergens hebt gevonden, ja, zo'n rood puntje. Dan weet je vanuit ander kaartmateriaal allerlei eigenschappen. Van zo'n locatie. En je kunt daar een statistisch construct van maken. Je zegt van: oké, okay, de kans dat hij deze combinatie heeft, die is zo groot dat hij daar zou willen wezen. Nou, en dat hebben we op elkaar gestapeld voor een x aantal soorten. Dan krijg je dus een kansenkaart, zoals deze. Bijvoorbeeld van een oog op basis van deze data. Je ziet wel, die zit heel, heel graag in natuurgebieden. En er zitten ook generalisten bij. En dat zijn uh, Bruin Zandoogje bijvoorbeeld. Nou, die zie je bijna wel overal. Dus die heeft een veel grotere verspreiding. Hoewel die ook graag zitten in natuurgebieden. Als je dat doet voor een heleboel, uh, dan kan je daar een hotspot-kaart van maken. Dus als je zo 7 of 28 van die kaarten bij elkaar optelt voor alle 10 bij 10 meter. Vlekjes van, van Friesland, dan krijg je plekken waar insecten het meer of minder naar het zin hebben. En dan krijg je zo'n type kaart. En daar kan je eigenlijk al vrij veel aan zien. We zien hier al een beetje aan de oostkant dat daar wat lichtere kleuren zitten met vrij veel rood erin. Dat betekent oké. Okay. En die, die blauwe plekken, dat zijn eigenlijk de plekken waar. De kansen voor deze 28 in ieder geval wat, als wat lager kunnen worden ingeschat. En je ziet ook wel een beetje dat, dat bijen diversiteit plaatje erin terug. En dus um, dat kan je gebruiken. En omdat we dat ge gedaan hebben op, op, allerlei, op een hele kleine schaal, kan je er doorheen zoomen. Dus en dan als, je, als je wilt kijken van hoe maak ik nou verbindingen of hoe verbind ik grotere plekken? Hoe zou ik dat willen doen? Dan zou je kunnen kijken van nou op een op een schaal van ongeveer vijf kilometer, ja, dan dan zie je al wel ongeveer waar verbindingen uh, al of niet uh, uh, mogelijk zijn om te ontwikkelen. En um, ja, dan dan zit er wat veel blauw en er zit wat weinig rood. En uh, het mooie is dat je omdat je dat oplossend vermogen hebt, kan je ook even verder inzoomen. En dan krijg je veel meer idee over wat voor landschappelijke aspecten het nou eigenlijk zijn, die in die verbindingen uh, mogelijke wijze tot, tot verbetering kunnen leiden. Dus uh, dan zoomen we op 500 meter schaal, dan zie je al de boerderijen opkomen. Hè, dus op 500 meter schaal. Dan zie je ook een hele mooie rode vlek. En dan ben ik altijd geïntegreerd naar wat zo'n. Extra rood vlekje nou eigenlijk is. Dus dan kun je hier ook nog even verder gaan kijken van en wat is dat nou, dat extra rode vlekje. Nou, daar zitten wat overgangen tussen bos en, en grasland. En dat is kennelijk ook nog een beetje divers grasland. Dus dit soort kaartmateriaal kan ontzettend helpen om te kijken van wat kan je in je landschap nou eigenlijk doen. We hebben dat ook in een, in een app neergezet, zodat dat breder uit te spreiden is en, en eigenlijk voor, voor iedereen zo'n uh, ja, zo, zo referentiekader kan opleveren. Het is ook uh, opgenomen in het uh, uh, Friese insectennetwerkbeleid. Uh, dus het gaat niet zo best met insecten. Het Friese landschap lijkt niet zo vriendelijk. En natuurgebieden zijn wel goed, hè. landschapselementen, dat is voor klein habitat. Uh, verbindingen zijn heel belangrijk en daar komen die groen-blauwe dooraderingplannen natuurlijk weer naar voren. Op gedeeld land, dus waar insecten het moeten delen met andere functionaliteiten, zijn, zijn dingen zoals structuur en variatie ontzettend van belang. En uh, vermindering van, uh, van, van eigenlijk het onderdrukken van natuurlijke processen. He, dus stabiliteit is een erg belangrijk uh, item. Maar kleinschalig kan je ook al vrij veel voor insecten doen. Uh, werkt het dan ook? Dat is nog een vraag. He, van, ja, de, dat, daar moet je iets aan meten om te weten of het ook werkt. zo'n kaart is natuurlijk een mooie voorspelling. Maar ik weet niet of dat, uh, of dat, wel, uh, of dat allemaal wel deugt. Dan moet je op de grond moet je daar iets, uh, iets aan meten om te kunnen zeggen of dat ook, of dat ook zo is. Dus daar zijn we mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Door te kijken naar uh, de plakvallen, die zo net al gezien zijn. Ja, er zitten allerlei voordelen aan dit soort vangmethodes. Ja, okay. Dit soort vangmethodes, uh, die uh, goedkoop zijn uh, en, en best wel goed uh, informatie kunnen leveren over, uh, over wat, daar, uh, wat, daar, uh, wat daar rondvliegt. We hebben dat in allerlei contexten al, al enigszins uitgeprobeerd en we raken steeds meer enthousiast dat het ook als een soort van algemeen meetinstrument kan, kan uh, werken. We hebben daar ook uh, een soort van standaard protocol voor, waarbij we op een standaard manier die, die platen neerzetten en vervolgens digitaliseren. En dan wordt het lastig, uh, want insecten zijn heel erg divers. Maar als je digitaliseert, dan kan je bijvoorbeeld wel uh, wat stapjes daarin doen die al automatisch kunnen. We hebben uh, zelf al een soort van uh, een algoritme wat automatisch de insecten kan, uh, kan zien op de plakval. En daar ook al automatisch iets op kan zeggen over de grootte. Uh, zoiets als dit. Dit, dit is dan zo'n plaatje hè, door het algoritme gemaakt en die geeft dan... Dit is een insect met, met zo'n zo kans, kan, kan die geven. Hè? Dus dat, dat gaat op 94% correct. Dus dat is, al heel, dat is al heel aardig. En wat we ook kunnen, is nog niet zozeer die soortensamenstelling. Dat is best wel lastig met die 1 miljoen soort en die 3500 insectensoorten in Friesland, om daar allemaal genoeg eh, annotatie-inspanning voor te krijgen. Maar uh, de grootte van die dingen, wat ingaat op biomassa, dan wordt het wel interessant natuurlijk. En dat kan al redelijk, uh, redelijk goed op een automatische manier. We willen natuurlijk ook verder met, met die soorten. Uh, Soortgroepen zijn, uh, zijn daarbij van belang. We kijken op uh, familieniveau. En op dat niveau hebben we al genoeg informatie om iets over biodiversiteit te kunnen zeggen. Dus hier staan we op dit moment. We hebben een annotatieplatform waar we dat op doen. Uh, dit, gaat, dit is een numbers game, ja. uh, dit soort dingen. Dus het gaat over honderdduizenden annotaties uh, die je nodig hebt om, uh, om die diversiteit te vangen. Maar daar zijn we dus mee bezig. Uh, bijvoorbeeld op zo'n systeem als insecten in een landschap. Ja, daar hebben we dan ook wel vaker studenten bij. Dus voor deze boerderij hier in het, uh, in het landschap, het is wel een mooi gevarieerd landschap ook. Hè. Je ziet uh, hele open uh, systemen en, en, en met, met bosjes aan de andere kant. Dus hoe zit dat dan nou met, uh, met die insecten? Kunnen we met die, met die uh, plakvallen daar ook iets uh, betekenisvol uithalen? Het insectennetwerk in ieder geval zei ongeveer hetzelfde als wat ik uh, zo net al voorspelde. Um, en daar uh, zijn ook weer uh, studenten ingegaan met, uh, met uh, plakvallen die daar uh, in, die, uh, in de graslanden hebben, hebben gemeten. En plakvallen zijn meegegaan, die zijn onder onze uh, machine geweest, die zijn geannoteerd. En dan krijg je iets heel leuks, namelijk dat zo'n zo landschapselement als zo'n slootskant, de blauwe radering, dat daar ook vrij snel ook heel mooi meetbare uh, dingen gebeuren. Zowel in de aantallen families die je op een plakplaat kunt tegenkomen, als de hoeveelheden beesten die je kunt tegenkomen. Dit is de pièce de résistance, dus uh, ik zag een hand omhoog gaan. Ik denk, yes, er zijn ongeveer ergens waar ik, uh, waar ik nog iets nuttigs kan doen en dan uh, wat vragen kan beantwoorden. We hebben een, uh, het eigenlijk uh, veel van deze dingen hebben ontwikkeld in het kader van een Europees project, uh, Biespook, waarin uh, we bloemrijke akkerranden en uh, kruidenrijk grasland hebben bekeken, op deze manier en uh, met plakvallen. Niet alleen met plakvallen, maar ook met, met kleurvallen. Dus, maar die komen nog wel langs. Dus bloemenstroken kan je inzaaien. En we hebben op een andere manier ingezaaid. We hebben gezegd, we willen landschappassende planten hebben. Daar zat ik zo net al heel, heel sterk op te drukken. Dat je iets met dat landschap moet. En dat je niet gewoon allerlei Afrikaantjes erin moet, in moet gaan zaaien. Hoe leuk dat er ook uitziet. Maar dat het iets moet zijn wat ook daadwerkelijk de lokale biodiversiteit kan ondersteunen. Nou, daar zit van alles op. Uh, allerlei insecten komen daarop af. Uh, Bloemenranden, vapranden, hoe je ze maar uh, mag noemen. Die, dat is ook wel van bekend dat het een heleboel insecten, uh, insecten oplevert. We hebben met allerlei meetmethodes gekeken, dus niet alleen met wat we uh, met plakvallen of iets dergelijks. Je moet eigenlijk altijd met veel verschillende methodes kijken of dezelfde patronen eruit komen. Dus uh, dat is een vrij grote klus. proberen het simpeler te krijgen, maar dat is een grote klus. Um, een van de dingen die we daarin gedaan hebben is in grasland kijken en kruidenrijkheid en, en insecten. Uh, dat te proberen te combineren in een, in een, kleine, in een kleine pilot. Um, kruiden hebben we gedefinieerd, daar wil ik nu even niet lang op ingaan, maar we hebben uh, hier uh, vier intensieve percelen vier, en uh, uh, dertien kruidenrijke. 2, 4, 6, acht, tien, twaalf, dertien kruidenrijke. Dit zijn de gemiddelde intensieve, gemiddelde kruidenrijke en dan het aantal soorten grassen, kruiden totaal. En hier uh, de, een Q-index. Dat is een soort van kwaliteitsindex, waar ik, waar ik denk van ja, die, die zegt net iets meer dan bedekking of het aantal kruiden alleen. Dus daar zit een soort van volgorde in. Uh, dat volgt wel heel goed uh, de Engels raaigras hoor. Dus uh, die intensieve percelen zitten redelijk hoog in de Engels raaigras. En de. Hoog aan deze kant, die zitten heel laag in het Engels raaigras en, en andersom. Dus dat, dat zijn ook wel dingen die, die qua planten daarin wel, wel kloppen. Kruidenpatronen, eh, 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 die, die sluiten daar eigenlijk best wel, eh, best wel goed op aan. Dat je de meer kruidenrijke eh, systemen, daar zitten ook daadwerkelijk de hoge eh, Q-index kruiden, de kwalitatief wat betere kruiden in. Um, wat doet dat nou met insecten? Ja, dat is de vraag. Hè? Dus je wilt graag weten dat dat allemaal goed komt. Nou, dat werd wel een beetje pijnlijk, want we vonden eigenlijk op allerlei verschillen. Hè? We hebben hier de orders binnen de insecten we hebben we een beetje bekeken. Nou, zo nu en dan de een, zo nu en dan de ander, maar niks significant. Dan de families binnen de binnen de vliegen bekeken. Ja, dan de ene weer significant, dan weer de. Ja, niet significant, maar dan de ene wat meer dan de andere wat meer. Um, in uh, in kleur vallen is dit. Dus dit, dit, uh, dit zijn eigenlijk dit is een valsoort met, met, uh, die, die op basis van kleur insecten probeert te trekken, dus eigenlijk een beetje de, 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 de nectarzoekers als het ware wat meer sampelt, um, zweefvliegen. Eigenlijk allemaal een beetje één het, 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 pot nat. Insectenordes, insectenfamilie zweefvlieg, klein, klein, kleine verschillen en eigenlijk niet zoveel zo significant. Dan de plakvallen, die hebben we daar ook, uh, daar ook bij ingezet. En dan krijg je die, die, dat, dat idee over die biomassa. Dat is wel een, uh, een heel interessant fenomeen hierbij. Want bij de plakvallen, die we dus op dezelfde, exact dezelfde plekken hebben neergezet... Daar vind je wel, ook omdat je de grootte hebt van die beesten, kan je ze ook uitsplitsen op grootte. Dan vind je dat de verschillende grote categorieën, hier zijn ze tot 15 mm uitgezet, en dat levert dan dit soort biomassa-schattingen op. Hele kleine beestjes leveren maar weinig biomassa, dat weten alle mensen al. Dan zie je dat er best wel een verschil is. De intensieve, daar zitten vrij veel kleine insectjes in toch ook wel behoorlijk veel nog in het kruidrijke, maar de aantallen zijn eigenlijk in dat kruidrijke gras allemaal behoorlijk wat stabiel meer. En wat biomassa betreft is dat, is dat ook zo, waarbij er ook nog opgemerkt moet worden dat de hele kleine beestjes, daar zit relatief weinig biomassa, en die middengroep, van die 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, daar zit eigenlijk de meeste biomassa op die, op die plakvallen. En dat sluit eigenlijk best wel mooi aan bij, uh, als je denkt over graslanden als uh, uh, grasland waar uh, wij de vogels iets in moeten hebben, dan zijn dat eigenlijk wel de beesten die het liefste hebt. En dat zien we ook in, uh, in de statistische analyse daarvan wel terug, hoewel het een pilot is, Komt er wel eh, flink wat uit dat vooral die size-categorie, die grote categorie tussen de 7 en 11 mm, dat is waar de meeste verschillen in optreden. Tussen kruidenrijkheid en uh, intensieve percelen. En nu het allerlaatste punt, het echt het allerlaatste punt. Mm -hmm. um, dat gaat over uh, akkerranden. En, uh, we hebben in akkerranden gemeten en we hebben uh, ook in. Uh, in in de gewassen die daar tegenaan staan gemeten om te kijken hoe is de interconnectie van die van die insecten nou eigenlijk bij elkaar en dan niet alleen vanaf de rand maar ook vanaf de andere rand zodat je ook informatie krijgt over wat andere natuurlijke randen eigenlijk aan aan biodiversiteit en biomassa opleveren als je het met dezelfde manier op dezelfde dag gaat meten. We hebben daarvoor uh, landschappassende uh, soortensamenstelling gehad. Dat beeld op de rechterfoto is eigenlijk uh, dat beeld wat er in het tweede jaar uh, gebeurt. En dat in, in de linkerkant dan zie je vooral de akkeronkruiden die daarin gemengd zijn, die heel sterk opkomen. Dat klopt ook wel, hè? dat zijn de, de first responders. Maar daarna krijg je de tweejarigen en de vaste planten die dat dan overnemen en stabiliteit genereren. En dat... Uh, ja, dat levert eigenlijk best wel uh, mooie plaatjes op, waar ze van nu en dan uh, van die uh, uh, ecologische meetjongens en, en meisjes in rond gaan lopen. En die zien dan dat bijvoorbeeld in de aantallen planten die je daar ziet. Uh, dat zijn gezaaide of het zijn uh, uh, spontaan gekomen soorten. In dit geval hebben we 28 soorten gezaaid. Zowel eenjarig, tweejarig als overblijvend. Maar je ziet dat er in, in een paar jaar tijd, dat er zo'n 110 tot 115 soorten een plek vinden. Nou, dat betekent dat er behoorlijke biodiversiteit ontstaat. Eh, als je die, die stabiliteit van die, van die rand maar een beetje in, in ogenschouw neemt. Er zitten ook heel veel insecten op. Je kunt ze dus ook gaan meten op allerlei afstanden vanaf zo'n rand... En dus 1 meter, 10 meter in het midden, 10 meter van de andere rand en 1 meter van de andere rand. Dan krijg je informatie over wat die verschillende bloemenranden nou eigenlijk doen. En dat uh, hebben we met uh, die, die kleurvallen gedaan en we hebben dat ook met een uh, expert gedaan die daar eens uh, wezen zoeken. En, uh, nou, uh, dan vind je dat in de, in de tweedejaarsrand, uh, die bloemenrand hier, dan vind je echt... Uh, nou, twee keer zoveel insecten als in het gewas. En, uh, en die andere rand die is ook niet zo verschrikkelijk rijk aan. Uh, hè, dus 47% uh, veel meer in de bloemerand. De andere rand maar 43% van wat je in de bloemerand vindt. Nou, Kun je mee leven. Er zijn allerlei maten die we daar ook aan uh, uit kunnen halen. Dus totaal aantal insecten of totaal aantal bijen of totaal aantal zweefvliegen. Bij de insecten en de bijen is het patroon ongeveer gelijk, dat die bloemenrand echt een overmaat levert. Bij die zweefvliegen is dat patroon een beetje anders, waarbij die slootskant ook een heleboel zweefvliegen kunnen leveren. Dus het is niet zozeer misschien een pleidooi voor heel veel bloemrijke randen neerleggen, maar vooral maak je sloten wat beter. Dus dat is een bijkomend. Um, bijkomend uh, idee hierbij. De, de expert die vond eigenlijk min of meer hetzelfde. Uh, daar hoeven we niet uh, al te lang over, uh, over, uh, over te uh, praten. Plakvallen. Wat doen de plakvallen? Ja, de plakvallen die, die hebben we gebruikt in allerlei verschillende situaties exact op dezelfde tijd. En dat is natuurlijk mooi. Want uh, niets is variabeler dan het weer en niets is variabeler dan insectenreacties op het weer. Dus als je dat gelijk kunt houden, dan wordt je vergelijkingsmethodiek wordt, uh, wordt een stuk stabieler. En uh, ja, daar uh, hebben we van alles aan, uh, aan gemeten. Dus hier is een, uh, een, een tabel die iets laat zien over uh, de families uh, uh, of de orders in de vangsten. Waarbij je eigenlijk het belangrijkste van deze plaatjes is dat je. Ziet dat hier aan die linker categorie, die bloemenrand, flowerstrip en die, en die, die slootskant, dat die, dat die eigenlijk ontzettend veel variatie leveren. Dus dat is eigenlijk ook wat we in, in. Dit kan je natuurlijk helemaal niet lezen, maar dit gaat over de dichtheden van de families. Maar dan zie je weer hetzelfde, dat dat zo'n driehoekje wordt, waarbij. Aan de, aan, de, aan de kant waar, van die bloemenrand, dat daar echt een hele hoge mate van, van variatie is. Die veel minder voorkomt in de, in de gewassen. Trouwens ook in de, in de grassen. In de graslanden. En, um, deze sla ik even over, dat wordt ingewikkeld. Maar um, die bloemenranden die doen het dus wel ontzettend goed op een heleboel verschillende vlakken. En dus uh, bijvoorbeeld de inschatting van het aantal soorten die erin voorkomen. Of een echte biodiversiteitsmaat, daar zitten ze ook altijd vrij hoog. Uh, de aantallen insecten die je, die je vindt zitten ze ook relatief hoog, hoewel er sommige gewassen zijn die veel meer uh, uh, insecten hebben. Maar ja, dat, die gewassen die staan er niet altijd. Dus dit is altijd in de bloeitijd of in de groeitijd van de gewassen gebeurd. Dus ja, de, de rest van de tijd dat die gewassen er niet staan, dan heb je die... Uh, die ondersteunende functie ook niet. Dus dat is dan eh, eh, ook weer zo'n zo gevolg van zo'n zo meting dat je denkt van hé, hey, wat betekent dit nou? Eh, biomassa eh, is ook een manier om, om zeg maar uit te drukken wat er aan voer aanwezig is eigenlijk. Daar scoren ze ook altijd best wel hoog. Sommige rapeseed, hè, dus koolzaad, dat is een hele grote. Uh, uh, aantrekken, natuurlijk voor, uh, voor bestuivende uh, of nectar gebruikende pollen gebruikende insecten. Ja, dat, uh, dat, gaat om, dat is moeilijk. Maar uh, allerlei verschillende dingen. Natu natural enemies uh, worden ook ontzettend veel geproduceerd daarin. Dus subtiele verschillen, yeah, in die rangordening van al die verschillende manieren om te kijken naar biomassa of biodiversiteit in die, in die verschillende systemen. En dat levert je wel op dat die bloemenranden heel veel uh, kunnen leveren. Maar ook dat de uh, slotenkanten, dat die ook ontzettend veel... ook aan, aan uh, uh, functionele biodiversiteit kunnen produceren. als je dat nog een beetje beter wilt bekijken... Dan, uh, dan zou ik graag verwijzen naar de website van de Interreg. En uh, dat was eigenlijk uh, alles... Wat ik uh, wou vertellen. Er zit een, uh, het ging in het begin over het grotere plaatje. We hebben het over landschap gehad en visies van insecten in het landschap. Over insectenmonitoring en een aantal van die effecten van natuurinclusiviteit. En ik hoop dat dat uh, veel vragen heeft opgeleverd. Dus ik denk dat we daar een bruggetje naar een vraagje zou kunnen doen. Uh, ja, dankjewel Arjen. Je hebt uh, mooi het uur. Uh, gepraat, met heel veel informatie. Ik denk heel interessant. Uh, ik heb één vraag van Sander. Uh, die gaat over het verschralen van graslandranden aan de schaduwzijde van een houtwal. Heeft dat zin? Een hele specifieke vraag. Het is een hele specifieke vraag. Achternaam begint met een T, denk ik. Dat weet ik. Niet. Nee, maar oké. Okay. Maar het is een hele specifieke vraag. Uh, als je het hebt over wat biodiversiteit maakt in uh, graslanden, dan is het onontkoombaar dat een verandering van productiviteit daar iets mee te maken heeft. Dus ik zou zeggen, verschralen, ja, is, heeft eigenlijk altijd zin. Uh, het is ook zo dat onder die omstandigheden, waar er schaduw is, daar is het al moeilijker voor iedereen, om een andere reden dan. Dus het kan best zijn dat daardoor ook uit zichzelf al variatie ontstaat. En zeker als er open plekken vallen, ja, dan, uh, uh, dan is het natuurlijk helemaal mooi, want daarin kunnen gewoon weer nieuwe planten gaan settelen. Dus als je al, ja, ik, ik zou zeggen, verschraling is, is gewoon een goede manier om biodiversiteit te verhogen. Het kan alleen niet altijd, want je wilt natuurlijk ook dat er productie komt. En dat is, dat is één van die dingen waar we ook nu wel een beetje mee bezig zijn van hoe kan je nu um, natuur inclusiever met uh, graslanden omgaan, dus door er meer kruiden bij in te zetten en heb je dan ook wel een bruikbare productie daarvan en doet dat ook iets met, met biodiversiteit. Um, maar dat is iets voor een andere keer. Dat denk ik ook. Um, ik zou uh, iedereen aanmoedigen: als je een vraag hebt, zet het in de chat. Ik heb zelf ook nog een vraag van. Want... Je hebt natuurlijk een heleboel kennis opgedaan. Uh, hoe zou je dit, dit kunnen doorvertalen naar het werk van de collectieven? Op welke manier zou de insectenmonitoring bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan, aan meer informatie uh, creëren? Hoe ja, zou je daar iets over mee kunnen geven? Nou, okay. er, er zijn een hele hoop manieren waarop je informatie kunt krijgen over insecten. Um, en ik denk dat. Met die monitoringsmethodiek die we doen met die plakvallen, dat we daar iets in handen hebben wat heel dicht zit bij eindgebruikers. Dus bij mensen die, die daar zelf, als ze iets op hun eigen terrein willen weten over biodiversiteit, dat ze dat daarmee zouden kunnen meten. Een heleboel andere dingen, daar heb je heel veel andere mensen of heel veel geld voor nodig om het bij te houden. En dat zijn over het algemeen best wel hordes om overheen te komen waardoor mensen dat niet gaan doen. Dus ik denk dat, uh, uh, dat meer monitoren op kleinschalige dingen, dat dat een van de dingen is die, die, uh, ja, die, die de, de situatie kan, kan verbeteren om te kijken wat de effectiviteit is van je veranderingen. Heel mooi. Dat is gewoon bereikbaarder. Ja. ja? Nou, en dan hieraan gehaakt, wordt er ook gevraagd, werk je ook samen met collectieven aan, aan onderzoek? Ja, dit uh, bespoke gebeuren was met de waterronen. Ja. En uh, we hebben nu een experiment waarin we precies die biodiversiteit van kruidenrijke, uh, ingezaaide grassen in, 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 tussen de coulissen uh, bekijken. En dat gebeurt met uh, no noordelijke Friese woorden. Dus die, ja. Uh, die, ja, nee, natuurlijk, dat, dat, uh, dat kan niet anders en dat moet ook. Ja. Nee, ik denk dat... Uh, nou, volgens mij kunnen ze je best contacteren mocht er interesse zijn. Ja, lijkt absoluut, mij. absoluut ja. <laughs> heel ja. mooi. Ja. Ik denk, uh, misschien als laatste vraag, want we zitten uh, aan ons uur. Dus uh, ik, als laatste vraag. Je die, die had het natuurlijk over een app uh, oh, ja. die jullie aan het ontwikkelen zijn of hebben ontwikkeld. Hebben. Is die toegankelijk? Zouden we die kunnen ja, ja ik, ik denk dat het handigste is om, um, om dat even te googlen, en dat heet het Insectennetwerk Friesland. Dus als je dat googelt, dan krijg je een verwijzing die, waarin ook die, die app is opgenomen. Bovendien krijg je dan ook een verwijzing naar het begeleidend schrijven wat daarbij hoort. Want die app is wel leuk, maar dat schrijven is ook wel leuk. Want dan kan je zien van hoe zou ik dit kunnen gebruiken. Ja. Dus dat, dat, die combinatie die kun je het beste vinden door even te googelen. Maar ik kan ook wel even een webadres aan jou sturen, zodat dat erbij komt. Ja, dat lijkt ja. me een goed idee. En is alleen Friesland, hè? want buiten ja. Friesland hangt voor dit project de biodiversiteit op. <laughs> nou, dat hoor ik niet. Ja. Maar goed. Het kan is... altijd wellicht uh, op een of andere manier uitgebreid gaan worden. Dat zou mooi zijn. Ja. Ik denk ja. dat het erg helpt ja. om, uh, om zo'n kijk te hebben. Ik heb wel nog, er komen nog uh, in elk geval twee vragen, uh, opmerkingen binnen. Uh, Anne vraagt, van zijn er naast de bloemenranden, slootkanten en houtwallen nog andere concrete maatregelen, waarvan je weet dat deze goed zijn voor insecten in het agrarisch gebied? Ja, het is, eh, eh, j, j, ja maar het, is, het blijft een beetje eh, van... Eh, Mensen, volgens mij weten, weten, weten mensen ook heel goed hoe je variatie kunt aanbrengen in je omgeving. En een dobbe, die doet dat prima. Als er een rietkraag staat, dan is het nog mooier. Als er een rietkraag staat met bloeiende planten erin, dan is het nog mooier. Als je, dus zo stapelt dat, als het ware. Maar insecten zijn gewoon ontzettend, ontzettend gediend bij stabiliteit... En, en uh, in het landschap passende uh, uh, landschapselementen. En daar ook maar hele kleine, hele kleine stukjes al doen al een hele hoop. Dus ja, en ik vrees dat al dat gaat werken, of dat voldoende is om de crisis tegen te houden. Dat is dan, hè, misschien moeten we daar toch nog wel wat hectares, andere dingen ook aan toevoegen. Ja. En uh, nou, ik denk als mooie uitsmijter een zeer interessante presentatie van Edwin. Uh, en hij... Uh, geeft ook aan van wat jammer dat er... geen maar zo weinig mensen deze link... hebben gevonden. Dan weet ik niet welke link. Meekijken. Gewoon oh, meekijken. om mee te kijken. Oh, dat weet ja. ik niet. Oké, okay, maar goed. Uh, en de presentatie gaan we... Uh, uh, die krijg ik van Arjen en die gaan we ook... delen bij deze uh, webinar. Uh, zoals, dan kan die ook weer gedeeld worden met uh, collega's ja, en, uh, en collectieven. Ik uh, wil jou heel erg bedanken. Zal ik in beeld gaan? Is dat handig? Ja. Ik weet het niet. Ja, kan je doen. <laughs> Moet ik even... Kom ja, er even zelf hè? Ja, nou heel erg ja? bedankt. Ik ja. vond het een heel interessant verhaal. Um, wel. Ik, uh, ik hoop dat iedereen uh, er uh, uh, yeah, wat, van, van, uh, wat van heeft geleerd en meeneemt uh, in zijn of haar werk. Perfect. Ik zou bij deze ook nog een oproep willen doen. Vanuit het Bimag-project uh, kunnen boeren meedoen om uh, um, nachtvlinders te monitoren. Er zijn uh, een hele hoop plekjes die uh, vrijkomen voor volgend jaar. Mocht je interesse hebben, schrijf je in op uh, de website van de vlindersrichting. Nachtvlinders is geweldig. Nou. Is geweldig. Ja. Ja. <laughs> Doe het, zou ik zeggen. Ja. Hartstikke bedankt. Yep. Cool. Hey, see you.